In november vorig jaar startte het mobiliteitsbedrijf van de stad Gent met het proefproject Schoolstraten voor het Laurent Instituut en de Vrije Basisschool Maria Vreugde. Zowel de Onderstraat als de Vinkenslagstraat worden bij het begin en het einde van de schooldag een half uur afgesloten voor voertuigen. Fietsers en voetgangers mogen wel door, ook de hulpdiensten. Wel, als schoolbegeleider van het mobiliteitsbedrijf krijg ik heel regelmatig opmerkingen over chaos aan de schoolpoort, 's morgens en 's avonds. En we zochten eigenlijk naar een oplossing en we zijn een ideetje gaan halen in Italië, in de stad Bolzano. En daar sluiten ze de straat af voor een half uurtje, 's morgens en 's avonds, zodat er dus geen auto's mogen inrijden, maar wel fietsers en voetgangers. En dat maakt het dus veiliger voor de fietsers en voetgangers. En zo hopen we ook dat meer mensen gaan kiezen voor fietsen en de voetgang. Vroeger chaos aan de schoolpoort van het Laurent Instituut. Af- en aanrijden van auto's. Ook heel wat fietsers en voetgangers. Geen veilige situatie voor de leerlingen. Nu moeten de auto's een eindje verderop parkeren. Voor de Onderstraat is dat de eerste 15 minuten gratis. Om het simpel te stellen, vroeger zouden wij hier niet kunnen staan hebben. Vroeger was het vanaf 8 uur tot 8:45. Continu aan- en afgerijd en dan eigenlijk uiteindelijk heel veel stilstaande auto's omdat niemand nog over of door komt. En als je nu door de straat kijkt, het is gelijk of we op een landelijk boerenwegelje zitten. Hè. Mama's en papa's zijn allemaal heel tevreden van. Het leek voor onze school de ideale oplossing. En zo is dat idee ontstaan en beginnen groeien en met de steun van heel wat stadsdiensten en ook een aantal kabinetten zijn we er dan in geslaagd om dit als proefproject in onze straat te lanceren. Woensdagmiddag aan de Vrije Basisschool Maria Vreugde in Mondelgem. De straat ligt er rustig bij. Het begin en het einde van de schooldag verloopt veel rustiger en overzichtelijker dan vroeger. Laat ons zeggen dat de straat naast de school geëvolueerd is van een scheldstraat naar een schoolstraat. En het brengt natuurlijk ook een heel plezierig effect mee. Dat is dat er communicatie is tussen de mensen. Mensen praten met elkaar, mensen vertellen tegen hun kinderen, tegen ons ook als toezichter. Het valt allemaal supergoed mee. Het is altijd leuker als we nu samen naar school kunnen stappen in een rustige straat. Voel je je nu veiliger als je naar school gaat? Ja. En waarom? Omdat de auto's hier niet echt meer mogen inrijden en dan kunnen we rustiger op de straat lopen. Als mijn zus nog in de kleuterschool zat, moest ik altijd remmen en wachten tot wanneer de auto's weg waren. En nu is het wel heel handig. De schoolstraten zijn uniek in Vlaanderen. In de toekomst waarschijnlijk uitgebreid, wel afhankelijk van de specifieke verkeerssituatie rond de school. Meer info over de schoolstraten krijg je bij het mobiliteitsbedrijf op het nummer 09-266-2800. Of surf eens naar mobiliteitgent.be. De raadselachtige paukenslagen waarmee Beethoven zijn vioolconcerto opent, maken hun belofte meer dan waar. Met haar artistieke activiteiten om de kunst naar de straat en de straat naar de kunst te brengen, is Binfikir erin geslaagd om tot op heden, met 4 volledig zelfgeproduceerde stukken, duizenden theaterliefhebbers te bereiken en honderden kinderen en jongeren van Turkse origine op het podium plaats te laten nemen. In deze semi-permanente tentoonstelling zijn 3 thema's interactief en educatief uitgewerkt. Bezoekers kiezen zelf of ze doorheen de ruimte zappen of voor 1 thema kiezen. Thank you.